Corona is er, ja, dat klopt. Maar de maatregelen die nou zijn genomen zijn gewoon buitenproportioneel. Dat gaat gewoon niet. Willem kwam als vreedzame demonstrant midden in de rellen terecht. Nadat hij zich maanden had zitten opvreten over het coronabeleid, leek het hem goed om een tegengeluid te laten horen. Hij las de oproep op social media en besloot zich aan te sluiten. En in eerste instantie kwam hij in een normale situatie terecht. Ja, er liepen mensen met borden rond. Er was een meneer die had een berenpak aan met ook met een bord erbij. Ja, het was gewoon gezellig, gewoon gemoedelijk. Totdat? Ja, totdat op een gegeven moment kwamen er allemaal politiebusjes aan. Allemaal ME, die sprongen tig agenten uit die wagens. Er kwamen paarden in één keer aan. En op een gegeven moment kwam er een waterkanon aan. Ik ben gaan vragen, ja, waar zijn jullie nou mee bezig? Wij zijn niet gewoon vrede gaan protesteren. Op dat moment werd het waterkanon aangezet en werd neergespoten. Terwijl ik helemaal niks had gedaan. Heel mijn broek was tot aan mijn onderbroek gewoon. En je voelt die kracht van deze dingen echt gewoon. Ik had nog geluk dat het op mijn been kwam. Maar als het tegen mijn hoofd aan was gekomen, dan had ik misschien nog in het ziekenhuis gelegen. De politie riep de demonstranten meerdere malen op om het plein te verlaten. Maar Willem gaf daar geen gehoor aan, omdat hij vindt dat hij het recht heeft om te demonstreren. Maar we hebben toch gewoon recht om te demonstreren? Iedereen, dat staat in het grondrecht. Dus ze mogen een demonstratie niet afzeggen zomaar. De vernielingen die zondag zijn aangericht veroordeelt Willem. Maar toch heeft hij ook begrip voor de frustraties die eraan ten grondslag liggen. Want daar bereik je ook helemaal niks mee. Diegenen die daar bijvoorbeeld bij de Jumbo naar binnen zijn gegaan, ja, dat vind ik ook niet kunnen. Dat is gewoon echt crimineel gedrag. Maar ik snap de frustratie van de jongeren wel. Kijk, ik heb een gezin, ik heb een vrouwtje. Ik kom mijn tijd op zich wel door. Maar ja, die jongeren die worden alleen maar gekker en gekker daardoor. We vragen Willem ten slotte of hij zich als vreedzame demonstrant misbruikt voelt door de raddraaiers. Ja en nee. Zoals ik al zei, het is niet goed te praten wat ze hebben gedaan. Maar jongeren, ja, op die leeftijd vond ik het ook fijn om buiten te zijn. En dan wou ik ook niet dat mensen mij vertellen hoe laat ik thuis moest zijn. En ja, mensen die zitten al meer dan een jaar met deze ellende. En op een gegeven moment is het op. Zelfs dan, dat is de enige reden dat ik ook daarin ben gegaan. Want ik ben toen, ja, ik ga normaal nooit naar de demonstraties. En dan ga ik een keer, dan word ik zelf zo uit de niets aangevallen. Ja, dat vind ik, ja, echt nergens op slaan.